aangekruist. Ja, bij mij aan tafel zit Frank Bosman van de Universiteit van Tilburg met allerlei lees-, kijk- en luistertips voor de komende dagen. We gaan eerst luisteren, namelijk naar het lied van de komende. U zijn lofgewijd van licht en leven, een nieuw lied die onze vrede zijt, uw volken toekomst biedt. Heilig is uw naam. Het is advent, hè? Ja, het klinkt ook heel, ik vind het ook helemaal passen binnen de adventstijd. Het is een wat gregorianiserende eenstemmige melodie. En ik vind het een soort monastieke, verstilde sfeer hebben. Dat vind ik heel mooi passen bij de adventstijd. Het is gecomponeerd door broeder Adrie Kortekaas, Benedictijder monnik van de Sint Adelbertabdij in Egmond. En hij heeft het geschreven op verzoek van de bisschoppelijke adventactie, om op deze manier aandacht te vragen voor de 4 weken voor Kerstmis en de advent begint. Wat is de bedoeling? Dat koren dit zeg maar in hun parochie gaan zingen? Ja, dat is inderdaad het idee. Zodat het idee dat we dus allemaal in Nederland in alle kerken hetzelfde lied zingen, zodat we ook het gevoel hebben dat we met z'n allen opgaan naar het grote feest van Kerstmis. En dat vind ik een lovenswaardig initiatief. Dus ik hoop dat we het bij ons in de kerk ook gaan zingen. Zoals het nieuwe Rorate. Zo van, als je die melodie hoort, dan vind je de melodie er niet op lijken. Nou, als je het zo hoort. Ik hoor er een soort Rorate doorheen. Ik vind het een beetje in dezelfde sfeer liggen. Ja, dus voor mij misschien nog een keer luisteren. Ja, het zou voor mij betreft een tweede Rorate mogen zijn. Oké. Dan heb ik een boek. We hebben net allemaal verhalen gehoord over grote mega superparochies. En dat het allemaal moeilijk en lastig is. En dan heb ik een boek voor ze. Dat heet Kleine geloofsgroepen wegen naar een vitale parochie. Onder redactie van Kees Slijkerman en Fred van Iersel. En dat gaat dus over small Christian communities. Dat zijn kleine groepen. Die komen regelmatig 1 à 2 weken bij elkaar, of 1 keer in de week, 1 keer in 2 weken bij elkaar, om te bidden en het geloof met elkaar te delen. Dit heet faith sharing. En dat zijn dus groepen die bij elkaar thuiskomen. De charismatische bewegingen hebben daar al veel ervaring mee. Van die thuiskerken. Ja, eigenlijk wel. Er wordt voor elkaar gebeden, er wordt Bijbel gelezen. En dit boek zegt eigenlijk dat de parochie op zo'n grote afstand van de mensen komt te staan, dat we dus eigenlijk als leken, zal ik maar zeggen, zelf van die kleine groepen moeten gaan formeren. Omdat we het anders geestelijk, spiritueel niet meer gaan redden. Geloof jij daarin? Denk je dat dat de toekomst is? Nou, ik twijfel er een beetje over, omdat dit soort groepen, blijkt ook uit sociologisch onderzoek, een beetje losvast zijn. Dus het gaat 1 jaar, 2 jaar goed en dan valt het weer uit elkaar. En het valt of staat eigenlijk met een charismatische voorman, die zo'n groepje vanuit zijn eigen charisma kan dragen. En als die uitvalt of wegvalt, dan vallen ze aan elkaar. René Grotehuis? Ja, het is natuurlijk een model wat in heel veel landen, in ontwikkelingslanden, eigenlijk al heel erg bekend is. Ja, waar we natuurlijk uit de traditie, Brazilië, maar ook grote delen van Afrika, waar eigenlijk de rol van de pastoor heel beperkt is, omdat er gewoon maar heel weinig zijn. En waar het altijd lokale gemeenschappen zijn, met lokale leiders, leken, die uiteindelijk zorgen dat christelijk geloof gevierd, beleefd en ook onderhouden wordt. En ik denk, in die zin hebben wij ook in Nederland, als we die kant op gaan, en we komen in een tijd van beperkingen, dat we daar ook veel te leren hebben over wat is de vitaliteit van de Afrikaanse kerk, van de Latijns-Amerikaanse kerk, juist in die kleine gemeenschappen, waar wij van kunnen leren. Oké, nou, misschien toch positief. Wat had je nog meer? Ik heb nog het andere boek, want we hebben net gehoord in het journaal dat ze in België er bijna uit zijn, hè, wat betreft de kabinetsformatie. Maar dat komt waarschijnlijk omdat Christus van plan is in Brussel terug te keren. Kijk eens dat al. Zegt de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst, de intrede van Christus in Brussel. En het is een satirisch verhaal wat je ook eigenlijk met Vlaamse tongval in je hoofd moet lezen. En je ligt dubbel om wat hij zegt. Maar er gaat het gerucht dat Christus dus wederkomt en Brussel daarvoor uitgekozen heeft. En Belgen snappen dat helemaal, want ze hebben het Europees Parlement en de NAVO en zo. Dus ze snappen dat helemaal. En iedereen wordt er een beetje zenuwachtig van. Maar vooral, er ontstaat een omslag in het denken van de mensen. Dus in plaats van dat ze elkaar niet meer groeten bij de tram, wordt er wel gegroet. Er worden feesten op straat gehouden, buren praten met elkaar. Mensen vragen elkaar excuses. En waarom doen ze dat dan? Nou, omdat Christus komt. En ze weten niet wie het is en dan ga ik maar groeten, want voor hetzelfde geld is het... Nou ja, dus inderdaad, van Christus komt, dus we moeten nou eigenlijk een beetje... Enerzijds is het heel pragmatisch, dadelijk worden we geoordeeld, dus laat ons maar gaan gedragen. Maar waar Dimitri vooral, de schrijver, dus de nadruk op legt, is dat het eigenlijk een soort innerlijk proces is. Op het moment dat je weet dat Christus onder ons is, ga je daardoor automatisch anders leven. En uiteindelijk, ik verklap het nou, dus luisteraars, als je het wil lezen, even de oren dicht doen. Maar Christus komt dus uiteindelijk niet in Brussel. En wat Dimitri daar eigenlijk mee wil zeggen, denk ik theologisch,
is dat de wederkomst van Christus niet iets is aan het einde van de tijden, ooit over 10.000 jaar. Mm-hmm. Maar misschien betekent die terugkomst van Christus wel als Christus in ons allemaal gekomen is. Als we allemaal zoals Christus geworden zijn. Mm-hmm. Wij moeten Christussen worden, zegt Paulus. Mm-hmm. Dus misschien is het einde der tijden wel het idee, Christus moet in ieder van ons terugkomen. En dan zitten we in het Koninkrijk der Hemelen. Mooi boek. Ja, een aanrader. We gaan nu vanaf morgen richting kerst. Met kerst komt Christus. Vieren wij dat Christus in deze wereld is gekomen. Wat is er mooier om die gedachte niet als iets van ver weg. Ja. Maar en de vraag te stellen, wat vraagt het van ons? Ja. Als hij opnieuw geboren wordt in deze wereld, wat vraagt dat van ons? Hik et nunc. Hier en nu. Het is vandaag. Ja, het is inderdaad. Niet dan en daar, het is hier. Je had nog iets? Ja, ik had nog een stukje in de trouwreligie filosofie. Een portret van kardinaal Simonis, die vandaag 80 jaar wordt. De leeftijd waarop hij dus niet meer mee mag doen aan het conclave. En er staat een vrij mooie, vind ik, stuk in van collega Stijn Fens. Mm. Nog altijd een prima pastoor. En er staan ook een paar prachtige citaten in, die wil ik even meegeven. Dat doet Stijn zo mooi, hè? Als bisschop was hij trouw aan Rome. Als katholiek noemt hij zich conservatief. Zoals Paulus dat formuleert, onderzoekt alles en behoudt het goede. Een enthousiast onderzoeker was Simonis niet. En dat hadden de gelovigen al snel door. Mooi portret. In Trouw vandaag te lezen. Ja, lezenswaardig. Oké, dankjewel, Frank. Graag gedaan.